Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe Juffenweek vlog. Ik had nog geen intro gefilmd, dus dat doe ik even hierbij. Ik was in de ochtend heel erg gehaast op maandag. Dus hierna zie je gewoon wat beelden vanuit de klas. Maar ja, dit is dus even het intro. Als je er veel zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Wacht tot het stil is. Pak het blad erbij. En stop nu met zoeken. Je mag wel op het blad dingen erbij schrijven als we dat op het bord tegenkomen. Oké, als het goed is, heb je gekeken bij verschillende vier jaartallen hoe ze met elkaar communiceerden. We beginnen makkelijk. 2018. Hoe communiceerden we met elkaar in 2018? Wie kan er eentje noemen? Via WhatsApp, Snapchat. We gaan even 1958 doen. Dat is het meest lang geleden. Oké. De brief was hier. Heel populair. En de telegram hoort hier ook bij. Hoe snel die communicatiemiddelen veranderen. Want eigenlijk bij mij was het al heel anders. Terwijl ik ben nog helemaal niet zo oud. Gaan we eerst even kijken naar het filmpje. Good morning. Het is vandaag dinsdag 17 januari en ik ging net lopen naar werk, dus ik heb het helemaal heet. En gisteren zijn we begonnen met Cito en vandaag gaan we dat afmaken. Ik heb dus gisteren heel weinig gefilmd, want ik had gisteren niet echt mijn dag. Was gisteren ook Blue Monday, maar dat terzijde. Ik voelde me gewoon niet zo heel chill, dus toen heb ik gewoon even een dagje bijna niet gefilmd en vanaf vandaag gaat het weer goed. Ik heb goed geslapen, dus dat is echt helemaal top. Ik ben even de computer aan het opstarten. En stel nou dat je het leuk vindt om te zien welke outfit ik aan heb. Op TikTok plaats ik dus elke dag een video welke outfit ik aan heb op werk. Dus misschien vind je dat leuk om te zien. Er kwam iemand binnen. Ik weet niet meer wat ik wilde zeggen. Maar in ieder geval, ja. Dus vandaag ga ik gewoon weer alles filmen. En als je mijn outfit wil zien, moet je mijn TikTok even kijken. Zo jongens. Goed zo. Ik heb nog een kwartiertje over. Dus ik dacht, we gaan iets uit de beweegpot doen. Ik ben benieuwd. Wat gaan we vandaag doen? Oh, dit is heel leuk. Dit vind ik. Je krijgt van mij zo een gebeurtenis. Dus ik zeg bijvoorbeeld een bankoverval. En dan ga je met je groepje dat zo goed mogelijk uitbeelden. Maar je mag niet bewegen. Dus je maakt er één beeld van. Dus dan maak ik een soort van foto. En dan zeg ik, oké, dit groepje heeft het best gedaan. Ja? De eerste situatie is, een klasgenoot heeft zijn been gebroken. De volgende situatie, het is een hele, hele, hele warme zomerdag. Oké, ik ben klaar met werk en wij hebben sushi besteld. Nou ja, pokeball. Wacht. Ik doe dus altijd mijn rijst in de magnetron. Ben ik raar? Ja. Kijk, hoe lekker. Good morning, het is vandaag woensdag, korte dag. En ik heb gisteren de vlog bewerkt en een soort van online gezet. Hij komt dus op woensdag om 4 uur online. En ja, ik vind hem echt best wel leuk geworden, maar wel een beetje spannend om het te plaatsen. Omdat ik best wel natuurlijk open ben en alles deel en zing. Maar ik ben er wel heel erg blij mee. Dus als je hem nog niet hebt gezien, ga hem zeker kijken. En als je het dus leuk vindt om te zien wat ik aan heb, kan je dat dus op TikTok zien. Vandaag hebben we de eerste Cito spelling.
We hebben wel al 2 sheets op begrijpelijk gehad. En morgen de laatste begrijpelijk lezen. Maar we hebben vandaag dus spelling. Het zijn 25 woorden. Ik denk dat we het echt mega goed gaan maken. Dus ik heb er echt heel veel vertrouwen in. En ik ga nu eventjes weer alles klaarzetten. Had ik het bord. Het bord had ik al klaargezet. En ik heb dus een keer zo'n vlecht in. Want mijn haar was een beetje vet. En ik dacht, dit is echt perfect qua oplossing. En ze hebben dus vandaag voor het eerst een huiswerk. Want vorige week hebben ze voor het eerst huiswerk gekregen. Het is gewoon 1 bladzijde. Het gaat meer om het idee dat ze huiswerk maken. En vandaag gaan we dat dus eventjes nakijken. En dan ben ik heel benieuwd wat ze ervan vonden. Het was niet heel veel. En dan zeg ik goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij gaan zo de CITO van spelling doen. Dat zijn 25 woorden die je krijgt. Je gaat heel rustig nadenken. Je gaat denken aan de letter zetter en de letter rover. Dus als je lang is, dan gaat er eentje op de gang. Het eentje weg. En je gaat denken aan alle regels. Schrijf duidelijk, want als ik bij een CITO het niet kan lezen, dan moet ik het helaas fout rekenen. Dat zou wel echt heel erg zonde zijn. Je krijgt alle tijd, dus schrijf alles gewoon rustig op. Als je een woordje niet goed verstaat, mag je dat nog een keertje vragen. Maar heel goed luisteren en kijken naar de woorden. Ja? Voordat we gaan beginnen, zeg mij na. Ik kan dit. Ik kan dit. Ik ga ervoor. Ik ga ervoor. Ik mag fouten maken. Ik mag fouten maken. Ik ga mijn best doen. Ik ga mijn best doen. Ik hoor je niet. Ik kan dit. Ik kan dit. Ik ga mijn best doen. Ik ga mijn best doen. We gaan ervoor. We gaan ervoor. Oké. Gaan we naar nummer 1. Rustig nadenken. De bedrading in dit gebouw is erg slecht. Schrijf op bedrading. We hebben zo een knutselopdrachtje. Wat we gaan doen. We gaan een skilift maken met de hele klas. En die skilift die komt zo door de klas te hangen. Maar dan hebben we natuurlijk wel, hoe heet die kleine dingetjes? In 3D. En wij hebben hier een plat bouwwerkje. Wat je straks gaat doen. Je gaat hem eerst kleuren hoe jij hem wil. Mag je helemaal zelf bedenken. Je moet er wel voor zorgen dat hij niet meer wit is. En ik zou misschien wel stiften gebruiken. Want ik denk dat dat er wel mooi uitziet. Mag ook potlood. Maar het liefste stiften. Je mag ook mijn stiften lenen. Wat belangrijk is. Of je kiest ervoor om de raampjes eruit te halen. Ik zal zo wel wat prikpennen halen. Of je kiest ervoor om iets voor het raam te doen. Bijvoorbeeld gezichtjes. Of misschien zit er wel een kat in de ski. Misschien is het wel een skigondel waar alleen maar... Oké, het is inmiddels woensdag 1 uur geweest. De kinderen die zijn dus vroeg uit op woensdag. En ik ben dus nu mijn les aan het voorbereiden van morgen. Morgen de laatste begrijp lezen CITO. En we hebben vandaag spelling gedaan. Ging super goed. En volgende week doen we dus nog rekenen. En 1 spelling. En dan is de CITO alweer voorbij. Morgen ga ik nu even eerst even de PowerPoint, naar de PowerPoint even aanpassen met wat ze allemaal moeten doen. En ze zijn dus begonnen met die knutselwerkjes. Ik dacht ze hebben het wel in 1 les af. Dat had ik een beetje verkeerd ingeschat. Dus sommige die zijn wel al wat verder. Ik heb er zelf ook maar eentje gemaakt. En dan ga ik dus hier heel zo'n lijn hangen en dan wil ik ze er allemaal aan hangen. Of ik ga het ergens anders hangen. Moet ik nog even doen. Kijken. Dus daar ben ik mee bezig en ik ga zo even het bord in orde maken. En ik had de CITO's maar gelijk nagekeken, want ja, ze waren zo rustig aan het werk. Dus oefening 1. 2 maken. Instappen. Good morning, het is vandaag
donderdag. En ik ben alles aan het klaarzetten. Maar ik had op zich eigenlijk best wel veel al gedaan. Dus dat is echt top. Dus ik moet alleen nog heel even iets klaarleggen. En ik moet nog heel even iets knippen. Want wij hebben bijna elke dag een klein dictaatje. En ik probeer dat eigenlijk dus op verschillende manieren aan te bieden. Want anders is het altijd een beetje saai. Dus ik ga nu de woorden gewoon even door de klas heen hangen. En ik doe eigenlijk heel vaak verschillende manieren hiervan. En ik heb dus gisteren mijn nagels zelf weer gedaan. En deze kant is heel goed gelukt. Deze kant is vreselijk. Want ik doe dat dan met mijn rechts. En links lukt dan gewoon echt niet. Had ik het bord al zo. Ik ga het bord even vastzetten. Dus ik ga nu even knippen. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Fijn dat jullie er allemaal weer zijn. We gaan zo beginnen met de begrijp het lezen CITO. Ik dacht die doen we gelijk even in de ochtend. Daarom ziet de planning er voor vandaag wat anders uit. Maar die kan je straks zelf op het bord zien. Vandaag is de laatste CITO van begrijp het lezen. Volgende week hebben we dan nog rekenen. En eentje van spelling. En dan zijn we klaar. Maar dit is de laatste van begrijp het lezen. We hebben geen voorbeeldopgavens. Het zijn ook maar weinig teksten. Dat je heel rustig gaat lezen straks. Ik wacht weer tot iedereen klaar is. Voordat we gaan beginnen, want ik ga zo de boekjes uitdelen. Ga je even kijken, staat mijn naam erop? Heb ik overal wat ingevuld? En dan ga je beginnen aan taak 3. Oké, zeg maar na voordat we gaan beginnen. Ik kan het. Ik kan het. Ik ga mijn best doen. Ik ga mijn best doen. Ik hoor jullie niet. Ik ga mijn best doen. Ik ga mijn best doen. Ik mag fouten maken. Ik mag fouten maken. Ik ben de beste. Ik ben de beste. Ik ben supergoed in begrijpend lezen. Ik ben supergoed in begrijpend lezen. Ik kan het. Ik kan het. Ik vertrouw op mezelf. Ik vertrouw op mezelf. Heel veel succes. Oké. De kinderen zijn bij de gym en ik ben bezig met de CITO's nakijken. En ze hebben ook eventjes vandaag een paar van deze afgemaakt. Dus die ga ik dan ophangen, de skiliftjes. Dan een beetje zo, denk ik. Ik moet nog heel eventjes kijken hoe ik het ga doen. Ik had er eigenlijk nog niet helemaal over nagedacht. Maar ik ga in ieder geval nu eventjes de CITO's afmaken met nakijken. Dat eigenlijk. Ik ga even de CITO's nakijken. En dan mijn les voorbereiden. Morning. Het is vandaag vrijdag. Bijna weekend. En ik ben heel kort pas op school. Ik heb dus vandaag voor het eerst zo'n haarband in. Ik vind het eigenlijk best wel leuk. Alleen het is gewoon een beetje wennen. En ik heb dus altijd van die weekplanningen. Ik heb er altijd 3 op het bord. Zodat de kinderen 3 weken vooruit kunnen kijken. En op vrijdag bespreek ik altijd de agenda met de kinderen. Dus dan bespreek ik wat er de komende 2 weken op de planning staat. En ik ga hem nu eventjes opnieuw invullen. En dan schrijf ik ook de toetsen erop. De bijzondere dingetjes. Als er een boekenbeurt is. Of als we gym hebben. Zodat de kinderen gewoon een beetje ook al leren met een agenda te werken. Dus volgens mij vinden ze dat ook wel heel fijn. En sinds vorige week hebben we dus huiswerk. Dus dan kunnen ze dat ook in hun agenda schrijven. En dat is ook wel heel erg fijn. Alleen volgens mij kijken ze er niet heel vaak in. Maar hebben ze het in ieder geval wel opgeschreven bij de dag. En ja, weet ze in ieder geval hoe je het moet gebruiken. Want aan het begin van het jaar was het zelfs nog bijvoorbeeld moeilijk om echt de dag te vinden. En nu kunnen ze hun agenda gewoon heel snel openleggen en het bij de goede datum leggen, zetten. Dus dat is echt al een hele grote verbetering. Zo. Dus ik ga nu eventjes die planning maken. En ik heb dat gewoon geprint. Alleen sommige stukjes die gaan er nooit heel goed af. Zo. Dus dat ga ik eventjes opschrijven. Je ziet een bloem op het bord. Haal 2 woorden uit de bloem en vul de woorden eronder in. Wie ziet er een woord die je kan maken? Wie ziet er een woord? Afschuwelijk. Schrijf maar op.
Duidelijk, heel goed. Duidelijk. Je hoort luk, maar je schrijft lijk. We hebben nu een beginnetje gemaakt aan het werkstuk. Zag er super goed uit. Iedereen komt steeds een keer aan de beurt bij mij aan het bureau. En dan kom ik eventjes kijken van hoe ver ben je nou al, lukt het helemaal? En dan kan je ook je vragen stellen. Dus als je tussendoor vragen hebt, stel hem dan even aan je buurman of buurvrouw. Want elke keer komt iedereen evenveel aan de beurt. En dat is echt een heel kort vraagje, dus mag je hem wel even aan mij stellen. Maar anders is het een beetje oneerlijk, want dan komt bijvoorbeeld 5 keer aan de beurt, maar 1 keer. Dat zou niet zo eerlijk zijn. Dus ik ga gewoon een lijst af, zodat iedereen evenveel aan de beurt komt. We gaan zo. We hebben nog echt best wel lang de tijd. Je gaat zo zorgen dat jouw skilift af is. Want dan kunnen we die, gaat die ophangen. En daarna gaan we een schoen ontwerpen. En jullie weten dat ik het zelf altijd heel erg leuk vind om leuke schoenen te dragen. Maar hoe gaaf is het als je hem helemaal zelf mag ontwerpen? En misschien heb je het wel eens op TikTok voorbij zien komen van die customized sneakers. Oh, ja. En dan kan je dus helemaal zelf bepalen hoe jouw schoenen eruit zien. Nee, maar dat is best wel duur, maar ik zou het wel graag willen. Je hebt natuurlijk een schoen uitgekozen. En die ga jij helemaal mooi naar jouw smaak maken. Wat jij mooi vindt. Maakt mij niet uit hoe die eruit ziet. Denk na, wil je een bepaald thema, wil je een strip, wil je een... Ik denk dat jullie dat echt wel kunnen, want jullie zijn heel creatief. Daarna knip je de schoen uit en plak je hem op een gekleurd blad. Dat vind ik er leuk uitzien. En dan plak je hem een beetje schuin of wat je zelf mooi vindt. En dan schrijf je hier op het blad rechts onderaan je naam. En dit zijn alle kleuren die ik heb. Dus je kiest een blad die er ligt. Wie heeft er een vraag over? Morning. Het is vandaag zaterdag en gisteren had ik na schooltijd niet super veel weer gefilmd. Ik had alleen volgens mij dat ik even aan het nakijken was en dat soort dingen. We hadden gisteren dus een beginnetje gemaakt aan die sneakers. Wordt echt mega leuk, dus echt een aanrader en dat kan je natuurlijk echt al vanaf groep 3 doen, want het is gewoon een kleurplaat eigenlijk. Alleen kunnen ze het gewoon zelf ontwerpen. Dus ik vind hem heel leuk. En ik ga hem denk ik ook op de ramen hangen als ze hem af hebben. En het is dus nu zaterdag, weekend. Ik heb vanochtend gesport. En ik heb mijn haar gewassen. Het is nu aan het drogen. En ik ga ze vandaag even een dagje lekker gezellig met mijn moeder. Dus we gaan even een rondje lopen. We gaan samen even lunchen. We gaan even naar de Action. Zo, ik lijk wel een spook. Dus een beetje dat. Ik ben wasjes aan het draaien. Ik ga ook een was meenemen naar mijn moeder. En ik ben dus nu een heel klein beetje aan het opruimen. Want ja, wat ik dus eigenlijk doe, door de week ruim ik niks op. En dan ga ik in het weekend alles opruimen en dan begin ik de week er helemaal top. En ik denk dat ik deze week dus iets minder heb gefilmd dan vorige week. Maar ik heb zulke leuke reacties gekregen op de eerste jufvlog. Dus ik ben er echt mega blij mee. En ik ga nu heel eventjes, ik had een nieuwe broodrooster gekocht. Die ga ik even openmaken. Wij hebben net een stukje gelopen. En ik had een pakketje van H&M, een nieuwe broek, die wil ik even laten zien. En we gaan zo naar de Action toe. Even allemaal dingen kopen. Moeten we nog even kijken. Het is een grijze broek van de H&M. En dat is dus echt mijn lievelingsbroek. En ik zag dat ze hem dus nu ook in het blauw hadden. Dus toen dacht ik, nou, die wil ik ook wel graag in het blauw. Dus ik ga hem even passen. En het is dus deze blauwe broek. En ik heb hem dus ook in het grijs. Wel echt een mooie kleur. Dus
Dus ik ga hem eventjes passen. We hebben net bij de bosrand geurzakjes gekocht. Het is echt een mega grote tip. Als je dit in de auto legt, je hele auto gaat... Stinkt. Nee, niet stinkt. Gaat echt mega lekker hier naar ruiken. En we hebben nu deze geur. Ruikt echt heel erg lekker. Het is wel een beetje een kerstgeur. In de zomer zou ik er een andere geur in leggen.